Van harte welkom bij KNKB TV. We sjoggen weer om naar de Vrolijs PC van 1998. Dat doen we net met de winnaars. Die wie een vliegend dier, ik winnaar. Al wie zo'n 90, maar we praten mooi de huiden. Hilkema, Hazenberg en Buma. Wat geweldig dat jullie hier zitten. Hoe heet je hem dat? Wat weet je er nou van, Hilkema? Oh, van die PC? Ja. Nou, mijn vrouw gaat het aardig plakboeken bijhouden. Dus de grootste moeite is om het goede plakboek te vinden. En dan een beetje de krantartikelen en het verhaal eromheen. Want dat krijg ik altijd wel op. Dus ik ben wel weer een beetje op de hechte. Ja. Dus dat, ja wel. Ja? Ja. Nou, Jan Hazenberg. Ga ik even nooit jongen? Dat moet alle prijzen. Ja. Gelukkig heb ik dit hier alles eens even rubriceerd en bij elkaar voogd. Dus ik koers de bladzijde van 98 hier op mijn slaan en er zit een heel verhaal ertussen. Ja. En ik de verhaaltjes van deze PC. Van. Je weet er nog wel een beetje van natuurlijk. Ja. Maar ja, de finesse die ben je echt kwijt. Ja, hè? Ja. Ja, nou, ik vind het wel. Je wij ik trouwens. Ja. Ja, ja. En Sjauke Buma, ben je het nou al voor de geest? Jawel, maar ik heb net goed bijgehouden. Nee? Maar ik bedoel, ik ben er gewoon zo blanco hier heen gegaan. Ja. Ik denk, nou, er wordt me wel wat vregen. Zij eerst, voor u is wie jou altijd de man op de achtergrond? Ja, klopt. Ja. Want, je wint een soort bekeerd, maar we zeggen jou eigenlijk net. Nee, maar dat klopt ik wel. Maar de eerste keer toen ben ik helemaal op de achtergrond. Want? Nou, dat heb ik neem maar jij niet door hand, mijn vrouw. Dan nam ik de fiets mee. En je ziet achter op de auto en dan ga ik de fietsen. Ja. En een vrouw ging bij Gianna. Die ging bij Gianna. Het keertje. En dan denk ik, nou is het ongeveer zo vier. Dan mag ik er maar weer heen. Ja, en dan ging Fietske weer op de rij. Ja. En dan weer op de hoes. Het begon door de ring van de jaren, begon het steeds mooier te worden van mij. Ja. Ja, op een gegeven moment toen ik besmet. Ja, he? Dus toen kon ik op een bank zetten. Ja. En toen goed val hij. Ja. En ik wist donders goed wat er gebeurde. Ja. Hazenberg, trainer west van deze vrouwen, van Gianna, Riska en Afke. In die tijd, dat wie je misschien wel het eerste vrouwelijk keertsteam? Zo best kennen. In die tijd? Best kennen om te zeggen. Hoe begon je hem daarmee? Nou, omdat het een patroon was en ze bleven bij elkaar. En dan denk je van ja, bij de Mali wien ze het al ontwaan volgens mij. Hè? En nou is het ik wat voor u. Maar daarnaast wie er dus ik nog selectietraining. Hè? Dus het wie een extra training. Ja, ja, ja. Vrienden KNKB wie dat toen. Ja, ja, ja. En ja, zij is dat ontstaan. Ja, ja. Hilkema, jou hier een hele... Hij had een talentvolle dochter, maar daar wie ik parkeerd zijn, wie dat toen al, vanaf jongs al. Ja. Hoe heb je dat zelf beleefd? Nou ja, ik heb toch van wie had je dat? Want, wij komen nou een keertje, ben nou een keertje groot worden, maar we waren net echt talentvol. Ik heb ooit een prijs gewonnen, maar dat weer meer omdat ik een goede maat had, dan dat ik zelf zo goed weer. Maar ik weet geen overkleding wat ze waren. Dat komt uiteindelijk bij mijn schoonfamilie. Dat ben een hele goede. Afgekeerd tegen mijn tantes, dat ben echt een goede handbouwers. Dus daar komt dat balgevoel wel van. Ja. En hoe is dat ontstaan? Nou ja, ze verkeerd snap ik wel, maar toen mensen weten wel dat ik bij de politie werken en dan werken ze onregelmatig. En dan ben die weekend en die ben ooit opdeeld. Dus toen dat verkeerd een beetje op het tweede plak. Maar na verenigd kreeg ik weer een baan, ik bij de politie, dat we een regelmatiger baan de koek opsnijden, wat meer keertje. En dat deed ik dan altijd naar Jorwood. Ja. Nou, Afke is een famke, die noemen we heel vaak mooi. He, we winnen aan Minor Leuven nog en zei dat de politie ontstien. En daar zeggen ze al heel gauw van hé, de famke die kan al de raars uitslaan. Ja. Opslaan dat woonde net zo goed, want dat is maar een verkeerde voor. Dat hier helemaal niet in maar letter hield dat wel in de gaten. Maar goed, wij wennen in Akkrum en daar is ik een keertje. Dus ik zou wel een famke maat in Akkrum keertje, dat ken ik ook net al eens. Nee. Ik ken net, ze had ik al getraind in Jorwood. En ze is eigenlijk, in Akkrum, hier me ontvangen. Daar was een man, Jan Jonkman, daar al bij me, Sape de Haan. Nou ja, dat was een echte meisje maar een keertje-story, die wist niet goed keertje wie. Ja. Golden meer dan ik. En die zeggen in Afrika echt wel een talentje. En die ging ze nog doen, om haar te trainen. En ze wil ik wel. Nou, zo wil ik wel te trainen, zo wil ik wel leren.
En dat heb je dus absoluut het ook zo aanleerd. Ja. En nou ja, goed, uiteindelijk, toen is ondertussen alle weer, is vrij let begonnen te kijken bij keertje. En dan ja, dan nam Jan Jongman die namen mij in. Jan, zijn dochter, hè, heeft ze keer het steken en dan kwam ik mij. Ze had ik gewoon in de oude toer zitten. Dus zij dat uiteindelijk wat ontsteend. Ze is wat, nou ja, en ik kreeg wat Sjauke zei. Op een gegeven moment dan wordt het wat succes en dan vind ik leuk voor andere mij. Dus ja, we zijn er helemaal in roegelen. En ja, daarom meer, ik niet zie de ins en outs van het keertje. Ik meen dat ik wel aardig verstand van keertje hier, maar ik heb in Akkerham echt volle meer leerd nog dan ik ooit weet. Ja. Wie dit de eerste, ja, eerste lichting uit die famkescategorie, die echt uit de squalfamkes naar de famkes daar gingen en zo naar de senioren, hè? Alle kans, want Riska haar eerste PC's, wie ze volgens mij nog maar 14 jaar. Ja, toen wie ze nog gewoon famke eigenlijk. Ja, wie ze eigenlijk nog maar gewoon famke. Ja. En ik denk dat het goed is dat het letter verhoor is. Ja. Ja. Terwijl, als we nou zeggen, nou ben er wel famkeskeertjes die op een PC staan. He, dat heb je vliegend hier ook gezien, maar die fam uit Ron Rieboy. Ja. Hoe heb je dat beleefd? Want er weet ik al wat succes was met de bondspartijen, met je ex-moire, dat die al boem worden terug in Janne. Ja, dat klopt. Ja, dat weet ik ook al in de boel. Ja. Ja. Nou ja, dat is toen ik al een hele mooie periode voor u. Ja, want daar hier ze ja, ze begint het ook nog. Ze beginnen van jongs aan. Ja. En ze staren gewoon roebelens droog. Maar ja, ze wie ik vrij betekent erbij nog. Ze wie ik nog maar 14, 15, toen zit ze al bij de... Ja, hetzelfde als... Ja, hoofdlaatse ja, ze. Ja. Dat, toen wie die trostromingen makkelijker? Ja, ik denk dat... Ik denk dat inderdaad de categorie van afkennen hekken toen. Sinks onder andere en Deborah en Bianca. Van der Veen. Ja, Van der Veen. Wie ik nog meer? En Trinke Meijer. Die ziet erbij. Ja, ik vergeet ik een heel soort, denk ik. Maar die groep, ja dat is heel mooi opbouwd. Ja. En het wie op een gegeven moment zei dat. Ik weet wel, Esther Elzinga, wie er toen nog bij. Die waren dan voorzichtig een keer uitnodigen voor een hoofdklassepartij. En wij hadden toen saai van dat ik in de TC. Wij voelden dat ik een goede opbouw in heb. Afke koervolle in de hoofdklasse, maar dat voelden net. Dus we zeiden van ja, ze mag best eens uitnodigen worden. Ja? Maar ze komt dan net in die hoofdklasse. Nee. Dat hoorde net. Er is het jong voor en je kist hem niet van die. Ja. Nou ja, op een gegeven moment koest wie dat net te horen. Nee, want ze waren wel eens uitnodigen en dan ziet ze ook in de prijs. Dat wie doet wel een beetje waar ik door de TC wel wat doseert. Ja. Van net vernielen, mooie opbouw erin zijn te krijgen. En dat die famkes er zo jong in kwamen, ja, dat wie net het wilde. Nee. Precies. Dat is ook een reden geweest natuurlijk. Ja. Ja. Omdat ze zo jong weer in de PC ook al doen. Hè? Dat zie ik talent natuurlijk. Je bent net zomaar de PC. Nee, zeker. Maar hoe zie je dat dan? Je bent aan het trainen, maar het team al aan het trainen. Hing je me dan gewoon bij of ging je me gewoon bij deze drie vrouwen? We gingen er wel eens gewoon bij, maar hoofdzakelijk deze drie vrouwen. Ja. Later had ik dat wel eens dingen. Ja, dat er gewoon bij. Maar misschien kwam dat ik wel omdat ik naar een selectietraining weer. Ja, dus dat wie, ik denk dat we één keer in de week naar de tour trainen. Ja. En dan wie ik nog een selectietraining. Dat wie de andere keer. Ja. Ja, en daar weer een. Dat is die een 18 vrouwelijk papier. Ja. Zo is van elke functie. Ja, maar toen ben ik nog selectietrainer van de KNKB. Hoe matchte dat? Ik vond na 2 jaar dat dat net meer matchte. Toen ik met het patoor begon te trainen. Toen vond ik dat ik bij de selectietraining net ben op mijn plek weer. Dus toen ben ik daarmee opgehouden. Ja. Ja. Dat die gewoon moreel schoen, dat kind dan net dat, meer? Nee. Zo viel dat. Ja. Ja. Wat heb jou, Buma, wat heb jou ervan schoen van al die trainingen die er... Ja. Nou, daar heb ik heel weinig van mij gekregen. Want? Want ik weet net, ik vind jij dat nog van Jan. Maar die training, ja, Gianne komt er dus ik wel heen. Maar ik weet net hoe als wat er toen nou gebeurde. Nee. Ik weet waar het ging aan het raad die regelmatig in gaan. En ik moest natuurlijk. Ja. Want zonder training, dan kom je er net. Nee, dat is bij elke sport is dat zo. Van dat
Maar dien je dan een seriewerk? Hoe moet je dat voorstellen? Geheim van de Smeet, hè? Ja, he. Ja, maar dat kan nog maar 24 jaar. Ja, maar. Dat mag nog wel. Nee, we dienen alle facetten in, van de keertserij. En bij vooral ik tussenspul in onboord kwam. Ja, want ja. Dat was het meest gehoorde klacht, hè? Dat vooral is in tussenspul. Ja. Oh, maar goed, ik vind dat het, en probeer je zo gevarieerd mogelijk te trainen. Net alle weken hetzelfde. Maar altijd krijg een andere variatie in bepaalde slag of te bedenken. Hè? Ja. In tussenspel, in het opslaan en wat uitslaan ik. Ja. Ja. Deze vrouw die maakt het verschil in tussenspel. Ja. Want daar trainde ze ook een product, ja. Jan. En met name Gianne. Hè? Die is er ongrieselijk betoefd in rekening. Ze zijn altijd een vrouw, ja, je hebt altijd het stuitje mooi. Ja, maar hoela. Ze wisten die bal in te schappen. Ja. En ze wisten met z'n stil. En ze wisten niet wie erin moest. Want hoe vaak, we hebben nooit teld, maar hoe vaak had Gianne dat een bal van de boek kwam, had die net even precies de plaats die in, pik, maar stuitje in boppen. Ja. Die had echt een heel soort punten daar, die we pakken. Ja, de Riske die kwam van Turnie nog, dus die Riske die gaat stekken in. En ik denk, dat in alle sporten eigenlijk vind ik dat. Ja. Dat eigenlijk, linegiet, de gymnastiek, heel belangrijk is. Ja. Om daar om te doen. Je wint niet werk, hè? Nou, daar houdt het net om van een vrouw is keertjes. Of je daar een kloft die mooi hem toen eerst al met de club mooi trainen. Ja, nee, ik zit de jongens vertellen. Nou. Wij winnen Silus en ik win een voetballer. Ja. En toen, ik ga een prode hutsield. Dus ja, daar kom je stiekem. Dus heb je helemaal niet in om PC te winnen. En toen was die, maar goed, dat weer toen je ze tol weer. En toen was ze uitnodiging voor het squalfampjesbetoer. Nou ja, en toen weer op veld en toen zagen ze hem keerst die net. Ja, nou ja, bij de mem. Nou, kijk het verhaal wel. En toen zei ze van nou, had zij nou dit hier, na die boenspartij, alle wedstrijden nog volgen? Dan kan we eigenlijk nog wel zeggen dat ze geselecteerd werd voor de selectiegroep. Nou ja, daar hebben we de keuze om. Was dat? En dat wordt ze wel. Al die al de keertwand. Ja. En willen de keertwand. Ja, en dat droog is ons leven is gewoon eigenlijk compleet omdraaid. Ja. Ja. Van het boord op. Van willen naar het keertwand. Naar het keertwand. Ja. 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 Hoe is het bij jou gewoon? Nou, ik ben zelf ook nog steeds een fanatieke sporter. Ja. Dus ik zie het op een hele andere richting natuurlijk. Ik zie het altijd op een racefiets, op de skeelers en op de schaats. Ja. En ik heel serieus. Ja. En nog steeds. Ja. Dus, Monsieur Gianne, die het eigenlijk zien niks morgen, dat ik een soort leert van Sjouker de Boer. Ja, dat is zeker een ding. Daarom nog. Ja. En ik bedoel, die altijd rustig en kalm, dus die zeer dat wel in die staat. Nou, en daar heeft ze een heel soort van leert. Ja. En er komt bij, het zie er ik in. Ja. Had je talent net hebben dan? Nou, precies. Als je een talent hebt dan. Dan komt het er ik niet uit. Nee. Dan kan je er wel in stampen, maar dan toch komt het er net goed uit. Nee. Je vond je het jammer dat ze net in het wielrennen of in het reetrijden nog? Nee, ja. Eerlijk gezegd. Nee, want we hebben van genoten. Nee, dit wie haspakken. Ja. Nou, die mooie dan haar gunnen. Ja. En wij stonden er voor 100% achter. Ja. Altijd. Dat weet je mee, Bob. We hebben er altijd achter stond. Ja. Nou, en we hebben een soort plezier om beleefd. Ja. Ja. Dus dat is alleen maar mooi. Wat weet je nou van die PC van 98? Dat moet je even graven, moest je ik weet dat zit ook nog, weet ik al. Wat zit met name in die PC, in die finale, dan moet er een wagen. Ja. Want verkeerd zijn in de finale zijn André de Jong, Hermanne Miedema en Jitske Veenema. Nou, dat was een type tour, dat was wel bleek, want er gingen daarvoor twakken van voren. Ja. En ik dacht in Zuisberen met Huizem of Zuisberen met Sint-Anne. Dat weet ik net correct, maar die drie wedstrijden en die vrouw, in die vrouw, uw vrouw in feite net. En in die finale, dat is ja, als je een soort winnen, dan heeft het publiek vaak net op een hand. Nee. Het publiek is vaak van onderdak. Ja. Nou ja, en goed, Hermanne Miedema, want dat wil wel wat een publiekskeertje.
Dus die, en die hield ik wel wat sporten mee. En je hebt geveen mee, ik erom riep. En ik weet nog wel, Doos is voor Jan op het voorste bankje. En ach, ik zie het achter, die is keeuw achter die. Zo Jan hoort die vrouw, ik word in de stak. En ik hoop Jan wat in de stak. Wij hier al die bokkenbol, we hier ook contact. Ja, al die contact. Ja. Maar naast mij, rucht, ik zou er nog zitten, zitten twee mensen, twee oudere man, waarschijnlijk ongeveer zo oud als ik nog. Die zit niet onder mij. En de ene van die jaren in Glasgow, John. En die oor neert als. Zeuren, zo? Jan, ja, zei die vrouw eens wat en dan zei hij, joh, moet ze net helpen. En het wief echt van de droom in het spijt. Maar die orenman die naast hem zit, kwam even door riep, die temperde dat wat. Die denkt van, maar die niet spullen zijn, hoor. Nee. Maar ik zei, maar is net haast eens even te pissen, joh. En die man, want ik zei, heb ik aardig wat drank? Ik zei, dan zitten wij hier even rustig. Maar, ja. Dan wist hij dus, maar op last, zo, toen zei die vrouw die keert een goed mooi, Hermana en Cossot. Ja. En dus die man ging ik alle reden om mij te jagen. Maar op een gegeven moment boemde ze wat in. Hè? Toen kreeg je de gaten van, oh, nog keert de partij. En dat wie ik zag. En wat het net zo was, dat want ze keert hem gewoon beide heel goed. Die finale, die echt voor het publiek een prachtige finale. Dat is echt zo was. En uiteindelijk keerde de partij en nou ja, dan heeft hij maar 4 of 5 gewonnen. En toen wie die man ik weer rustig. Maar die dat, ja, wisten dat snap ik toch. Nou, ja. Maar, wist dat nou weer, ja? Ja, wat zit er in de ja, wezin? Ja, nog het vertels nog wat zit er in de wezin? Dat zit die vertellen. Ja. Ik sloeg hem hier. En dat is die Jan de Groot, de toenmalige bondstrainer. Die maakte altijd een verslagje. Oh, ja. En die schreef hem boven in de inleiding dat hij vond dit de mooiste Pralis PC ooit. En wie een promotie voor het keertje. Ja. Nou, dat vond voor die vrouwen hier natuurlijk. Voor de hele groep, hè? Ja, ja. Ja, vind ik dat ook. De hele breedte. Het komt voor de hele breedte. Ja, het komt voor de hele breedte. Ja. Want vanaf dat moment kwam de media er volle meer bij eigenlijk. En dat Radio 1 hoort een live verslag dan gewoon van de hele dag. Dat weet ik een groot verschil. Ja, maar. Wij hebben in die tijd, woon die vrouwen, die woon, ik woon wat meer, de hele groep, hè? Ze woonden patiënten meer vertellen, maar de prijzen, reiskassenvergoeding, woon ze wel graag aan. En toen hebben we samen met de TC, en nou ja, ik moet HB erbij natuurlijk, en hebben een paar keer een vergadering gehad. Er is een groepje uitgeformeerd en daar ben die vrouw dus, we hadden dat zelf gestimuleerd om er zelf mooi op stap te gaan. Publicatie, afgewoon bijvoorbeeld jullie grote flyers maatje, pakketten voor de verenigingen. Nou ja, en de WNP die woont moeten onder financiën in de wal. Nou, zij heeft daar een groep kon stingen. En ik denk dat het goed is dat ze eigenlijk hunzelf ik naar boeten daar promoot haar. Ja, ja. Ja, maar dat weer wel de start eigenlijk bij het vrouwenskeerste. Van deze categorie, van deze vrouwen, die ik een stuk promotie van het vrouwenskeerste naar voren bracht. Die is zelf ook mooi, Puma. Maar nu heb ik nou een verhaaltje, dat moet er even tussen trokken. Ja, dat hindert niks. Ik heb hier altijd mooi vond, maar dat dames per se, want dat is logisch. Ja. Maar er is één bij, dat zei ik wel, dat ben net een mooi in. Toen komen ze er al. Ja. Nou, de Sjöks en Nacht, maar je trein naar het oude 40 punten. Ja, naar die hoeken daar, ja. En daar zitten ze. Ja. Nou, dat was even een moeilijk moment. Ja. Het jet bij de sport, he, ja, dat natuurlijk. Je ik verliezen kennen, want ze woenen het zo vaak eigenlijk. Ja. Ja. En nou wordt er ik praten over dat deze vrouwen he, die het nou, dat die het zo vaak winnen. Ja. Maar dat weer mooi. Maar dit toen net oors. Dat weer toen net oors. Ik weet nog best, doe wie Rick. Ik vrouw je aan die vrouwen met Utelkoor. Er is zo niks meer om, want ze wint het al. Ja. Ze zijn net op keertje. Ja. Ja, ik zei al, iets van, je moet goed naar een keertje zien. Ze zijn echt wat op keertje. Dat gebeurde toen ik, wat jou zei, dat gebeurde toen ik. En maar toen weer een keer oorsom, hè? Dat ze eigenlijk verleren en dat ze wisten, dit jaar er ik bij. Ja, nou, toen moesten ze wel even slikken. Dat weer wel een slikmoment toen. Ja. Zeker. Maar had je een deuze? Ik ben het wel mooi, een chip eens, als je die altijd vrije formaties, ze zitten altijd bij me komen. In wezen vind ik die vrije formatiepartijen het allermooiste. Net omdat Gianna nu te vallen erbij ziet. Maar ik bedoel, dan komt wel de sterkste die komen naar boven. Want stel, als je goed bent en je hebt rood koor latje, dan kun je wel heel goed wijzen. Maar als je te vallen een heel slecht latje, ja. Nou, dan is er van die goeie, is er ik niks aan. Nee.
nee, maar dat is juist het moeilijkheid altijd. Hè? Van ja, is dat nou, wordt die minder dan beter omdat hij bij die goeie keert? Ja. Of wordt die goeie minder omdat hij bij die mindere keert? Ja. Dat is juist het moeilijke ervan. Ja, 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 ja. Maar ja, die mindere die kan toch ook wel beter worden? Als die goer naar de goeie zit, dan denk je ook samen. Wat Hielke maar zo uit. Nou ja, dat is zo. Je moet, ik heb wel eens van, oh. Sneur, dan ging de list versnijden en zei, oh, we moeten in dat patoer. Nou, dan kreeg ik wel op stap. Nee, dat moet ze net aan. Nee, ik denk dat je ook krijgt net op nemen dat we kunnen. Die eerste omloop hebben het al gelijk. Ja, ja. Als dat ambitie krijgt, ja, dan de sportersmentaliteit ambitie. En dat is voor die vrouw, uw vrouw, ik net goed. Nee, want dan gaat het wel heel makkelijk. De mat partij weer. Ja, zeker. Ja, dat dus dat is eigenlijk een tip aan die, al die oren over deelnemers van komende Waasdi. Van hey, Pubieri. Wat zit er een studie van? Ja. Wat zit er een studie van? Waarom in die oren zo goed? Ja. En ik weet wel, ik makkelijk praten, want als nog zus naar ik vind, hoe weet je, Eeltje haar opslag is te vergelijken met die van Johan, van Gianne. Ja. Gianne, wist de uitslagers. Die krijgt altijd het meeste applaus. Maar de bobbenslag is geweldig. Ja. En in dit verstoor van Keertje net, die shirt ik wel dat het een goede opslag is. Maar het grote publiek net. Nee. Guyana heeft altijd zwaar van een enorm fundament onder het Keertje. 30 kon die vrouw in Keertje. Ja. Ja. En dat is echt zo. Want nou, ze, het wie wil zijn, hier is even de slag net. Nou, dan weet Jan ik wel dat hier altijd de pest noemt. Eventjes de slag om. Ja. En nou, Claire, dan kwamen we even een keertje, dan gedaan werd en dan dat wie van haar ik beter zit. En dat wie gewoon naar ze. En dan pakten ze de triët weer op. Hè? Dat wie een soort automatisme bij hun ik wel. Van had dat al gebeurd, wat Jo zei, dat ze dan ik, dat Afke me even oornamen. Even oornamen. Ja, zeker. Maar het is ook wel een beetje, en zo, dat is gelukkig net geweest, maar als een zus naar dat jest ik wel eens van Gert-Anne en Tjesse. Ja. Als Gert-Anne even een min ritten hier, dan is die Tjesse eigenlijk al te trappel in mijn moeten nemen. Ja. Daar wist ons opslaan. Nee, dat is alles om. Dan was het net beter. Dat was hartstikke onzeker. Ja. En in slaaf eventjes, en soms moet er even een keertje komen, dan we draaien. Dat is heel vaak zo. Ja, maar dat mocht toen nog net, no? Want toen moest je pas op het skin eerst. Mocht ja, je, ja. mocht je mocht je rijden. Nou, nou mooi, je zou rijden. Ja, dat klopt. No? Ja. Je hebt een geweldige herinnering aan die PC van 1880 natuurlijk. Had je in ieder wordt ze kennen? In je zin. Nou ja, het is altijd mooi uiteindelijk uit de patoer weet je graag wel van wollen. Ja, met je dochter, binnen, met je dochter hoor. Ja. En wat ik altijd mooi is dat dan, tenminste, daar heb ik dan goede herinneringen aan, dat Akram en ik kleerst hier. Mooi, een opdracht. Deze keer hebben we bij uw sponsor, hoofdsponsor bij Van die Keert, Tom Bosma Transport. Die had de autokleer, het korps kwam erop en we gaan door de boren. En ja, dat vind ik ook mooi, dat vind ik echt mooi. Dat jet erbij. Ja, ja. Hazenberg. PC, hoe het algemeen de PC winsten. Ik bedoel, als je eigen daarom mij doet, dat vind je prachtig. Ja. Maar je weet ook goed te verwerken is. Ja. Hè? En dat neem je al je mee. Ja. En als ze dan winnen, dan is het feest. En we gingen in de United States. Ja, dan gong de gitaar mooi toch, of net? Nou, ja. 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 Nou, we hebben het zangtalent voor, Jerk. Ik net, maar... Nee, zangtalent. Nee, nog eens wel een accordeon, Jan. Ja, dat doe ik. Mooi steekje per cup dan. Ja, ja. Nou, dat wie dus... Ja, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, Richard. Maar we hebben een keer, dat wie in hetzelfde, het weekend ervoor, dan gingen we de sneeuw zien werken in de afdelingscompetitie. En dat wie een wat een nieuwe vorm, dan hoeven dus net alle drie van dezelfde afdeling, maar dan mocht één van een oude afdeling. Oh ja, ja, ja. ja. En toen keert ze Afke bij Exmoire, mooi Sari en mooi Gerard. En die zijn we alles van hen. Dat tevredenheid van het publiek, want die vonden dat namelijk niks. Hè? Nee, die zeiden, ja, dan is het weer vrij van marge dat maar te kennen. Maar goed, toen vond ze me in Wergen. En toen ben ik mama gehoord bij hem in Wergen, Oudwetter. Wat is koud, Oudwetter? En barbecue en feesten. En feesten. Ja, feesten. En toen werd de snijs in
En toen hield het ook de accordeon bij. Ja. Nou, toen hield het een accordeon. Oh. En ik hield de cup-touwtje bij. Yes. Ja. Maar dat is ook al zo lang niet. Ja, joh. Dat weet je niet meer. Nee. Dit weet je ook net meer, Ik heb het net meer herinneren, die eerste keer. Nee, de eerste keer net. Dat ken ik niet. Maar dit weer de tweede keer, no? Je zoon niet altijd de eerste keer en ja, maar, niet altijd de tweede keer. Ze winnen bij mij alle lieken mooi. Ja. Echt weer. Nee, ja. Maar ik bedoel, ik wilde net moeilijk horen. Als ze winnen, dan winnen ze, ja. Zei ik. Nou, en dat ben ik. Ja. Ik ben het punt. Ja. Maar ik kan me net meer herinneren hoe is wat, of dat het zag wie de stand. Nee, ja. Dat ken ik net. Nee. Mooie herinnering. Ik kan me niks meer van herinneren, tenminste. Nee. Mooie herinnering in elk geval. Had ik hem zo praat niet her en sjoeg. Ja. Je hebt een mooie tijd. Ja. Het komt staren, want ik wil bij boven drillen. Ja. Ja. Chipke, die weet er een hele soort van, vind ik. Ja, ik zwets er echt wel. Ja. Het heeft een hele mooie tijd. Ja. Ja. Dat zeker. Echt meer. Ja. Heren, dank u wel. Graag dingen. Graag dingen, ja.